In eerste plaats gefeliciteerd. Dankjewel. Je kan je ploeg niet veel kwalijk nemen, maar wel twee tegentreffers. Ja, absoluut. In fases eigenlijk waar niet in gevaar waren, zij. Ik denk dat we echt controle hadden over de wedstrijd. En dan toch inderdaad twee tegendoelpunten, wat wel echt aan onszelf te danken hebben, zeg maar. Dat dat gebeurt. Maar gelukkig maken we eigenlijk na die tweede, of die eerste, maken we eigenlijk gelijk weer een doelpunt. En dat maakt wel voor goed, maar het is inderdaad zonde. Dus 4-2 met de rust, dan is het nog niet gelopen. Wat gebeurt er dan in zo'n kleedkamer? Ja, we zeiden tegen elkaar in de kleedkamer. We weten, zij maken net voor rust die tweede, die 4-2. Waardoor ze echt denken van, nou, dan gaan we er gewoon de tweede helft vol op. En dan zien we wel wat er gebeurt. Dat verwachten we ook. Dus we moesten gewoon heel scherp zijn. Tweede helft, we dachten, we laten vanaf het begin scherp zijn. De hele tweede helft, maar vooral op het begin. Als ze gaan stormen, dan moeten we daar gewoon staan. En ik denk dat we ook niet heel erg in gevaar zijn gekomen. Het echte stormen van Dongen kwam niet? Nee, vond ik niet. Ik had meer verwacht. Ik had echt verwacht dat ze gewoon echt gingen stormen. Gewoon lange ballen en maar kijken. Ze hebben een fysieke ploeg. Wij zijn fysiek natuurlijk niet de allergrootste. Maar dat viel heel erg mee. Jullie moeten het wel hebben van het voetballend vermogen binnen de ploeg, hè? Ja. Voetballen, je ziet de eerste helft. Komen er af en toe gewoon heel goed uit. Zij willen druk zetten, maar met twee passes zijn we gewoon weg. Hebben we een mannetje over. Lopen we gewoon op en af. Grote kansen, ja. Heerlijk. Dan heb jij een doelpunt gemaakt vanaf de stip. Hè? Penalty, dan mag je er weer een nemen. Ja. Een keeper doet een beetje wat elke keeper doet. Die doet een beetje raar. En dan gaat zelfs de ervaren Kai van Hezen gaat twijfelen. Die pakt niet zijn vaste hoek. Ja, dat klopt. Je moet nooit twijfelen. Maar toch, als je er staat, is het anders. Het is wel een ander spelletje. Ja, ik heb het een keer eerder gehad. Toen gingen ze er wel in. Nu niet. Ja, het was gewoon een slechte penalty. Echt dramatisch. Maar gebeurt. Gelukkig is het niet fataal geworden. De competitie is redelijk op gang nu. Hè? Het loopt. Ja. Sta je met Krik waar je hoort te staan als debutant? Niet waar je denkt te gaan staan aan het begin. Maar als we nu zien hoe we spelen en als team bezig zijn. Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Uiteindelijk sta je gewoon waar je hoort te staan. Punt. Ja. Maar ik vroeg een beetje, dit hadden wij niet verwacht, zo hoog. Nee, klopt. Nee. We hadden verwacht dat we in deze competitie echt tegen zakelijke ploegen zouden staan. Die heel stug zijn. Vorig jaar hebben we wel wat ploegen gehad, maar dat ze nu nog zakelijker en nog meer foutjes afstraffen. Ik denk dat wij zijn gegroeid als team, in zakelijk opzicht. Want we kunnen heel leuk voetballen, maar dat is in het verleden ook wel vaak cruciaal geweest. Dat we leuk kunnen voetballen, maar uiteindelijk verliezen. En nu trekken we die pot ook wel over de streep. Wat is je favoriete popgroep? Zomaar een vraag. Geen idee. Nee, heb ik niet. Ik wil je uitnodigen voor een concert op 4 november voor je favoriete, naar je favoriete popgroep. Wie komen er? Maakt me niet uit. Gaan we even eten met z'n tweeën. 4 november. 4 november, dan ben ik gewoon bezet. Want ja, die staat rood omcirkeld in mijn agenda hoor. Want? Ja? Ja, absoluut. Dat leeft hier echt, hè? Naar uit. Ja, tuurlijk. Dat zijn de mooiste wedstrijden. Daar kijken we wel heel lang naar uit. Het zijn hele andere wedstrijden. Het gaat om iets heel anders. Het gaat niet om over hoe je op de ranglijst staat. Dat gaat echt over hele andere dingen. Te vergelijken met Noordwijk Quick Boys, die heb je ook gespeeld? Die heb ik ook gespeeld. Ja, een beetje die kant. Ja, ik denk het wel. Maar nu is het jaren geleden. Dat heeft nog wel jaren achter elkaar kwamen die wedstrijden gewoon terug. En nu tegen HBS is zo lang geleden. Dus dat is gewoon nog mooier. Dan ga ik iemand anders zoeken voor 4 november, als jij niet kan. Ja, nou, dat is goed. Dat moet je doen. Dankjewel.